De eerste kilometer gaat 1:13.5. Zo gaan ze de laatste kilometer in. Nog altijd leidt Maverick, daarachter Lexia Boko. Dan een hele tijd niets, dan Kenneki Kite, dan Tara Mirchi. Buitenkant komt nu naar voren Handy Wise. En achter hem aan gaat de pupil van Jeroen Engweda. En zo gaan de paarden de rechterbocht door. Maar nog altijd die hele grote voorsprongen. Maverick lijkt alleen maar verder weg te lopen. Lexia Boko is de enige die hem bij kan houden. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. Kenneki Kite gaat dat gat niet dichtlopen. Dat zal een ander moeten doen. Maar het is Maverick die leidt. Maverick met Marjolein Kruider. Daarachter op de tweede plaats Lexia Boko. Meerte Hulsbergen. En de rest is heel ver weg. 15-4 de tussentijd. De rest loopt 16 of langzamer. En zo zijn ze op weg naar de laatste bocht. Voorsprong blijft zo groot. Het gaat tussen de voorste twee. De rest kan dat niet meer inhalen. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Aan de leiding gaat nog altijd Maverick. Daarachter op de tweede plaats Lexia Boko. En daarachter op plek 3. Daar is alles nog mogelijk. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En we gaan weer een Peer de Petra krijgen. Maar hoe gaat die heten? Wordt dat Marjolein Kruider? Of wordt dat Mirte Hulsbergen? Het wordt, gaat u maar in de handen voor Marjolein Kruider. Die gaat het worden. Maverick gaat hem hier winnen. Maverick wint met de laatste tussentijd ook nog even. Van 1:12.4. Maverick de winnaar. Lexia Boko, geweldige tweede. En daarachter op plaats 3. Dat duurde even. Kwam Kenneki Kite binnen, de winnaar van vorig jaar. Tijd van de winnaar, 13:09. En wat een unieke sfeer, dames en heren, hier tijdens de Peer de Piet op Victoria Park. Alweer de 66e editie. En wat hebben ze allemaal fantastisch geregen. Alle 9 mensen, stuk voor stuk. Maar er kan maar één de winnaar zijn. Dat is geworden paard nummer 6, Maverick met Marjolein Kruider in 1:13.9. Maverick, een 5-jarige bruine merrie van Virgil Boko uit Daisy Boko. Gefokt door Nettle Racing, een eigendom van de Gele Canaris. Die ook de tweede aankomende in hun bezit hebben. Trainer Bas Krebas en de winnende rijster Marjolein Kruider. Weer een Peer de Petra hier tijdens de Peer de Pieting Meetings. En wat een fantastische prestatie. Tweede is geworden de 1, Mirte Hulsbergen met Lexia Boko. Derde werd de 9, Fien van den Hoek met Kenneki Kite. Vierde werd de 3, Joosje Kruid met Tara Mirchi. En vijfde werd de 7, Emily Haaster met I Am The One Who Knocks. 6-1-9-3-7. De officiële cijfers van de Peer de Pieten 2024. Maar Marjolein Kruider die heeft zich geschreven op een prachtige erelijst. En wordt hier warm onthaald door familie en vrienden. Maar ook door de eigenaren van de Gele Canaris. En ondertussen gaat de mooie krans naar Marjolein toe. En ondertussen praten wij even met de trainer Bas Krebas. Bas, gefeliciteerd. Serré als een professional. Ja, zeker. Dit is natuurlijk een toppaard. Maar ze kreeg hem ook goed weg. Dat moet altijd nog. En hij opende hard en toen ging ze even rustig aan. En kwam super naar huis. Kijk, op papier stond hij natuurlijk wat lichter dan normaal. Maar je moet het wel doen. Nee, fantastisch. En deze dame heeft er zo hard voor gewerkt. Zoveel op stal. Wil altijd werken. Nee, super. Blij mee. Ze heeft het geweldig ingevuld. Je leidt jaarlijks meerdere Peer de Pieten op. Het blijft er ook een geweldige dag zo. Ja, zeker. Fantastisch. Zoveel mensen. Enorm sfeer. En ik ben eindelijk een keer gewonnen. Ik heb al die jaren nooit gelukt. Dus ik ben er heel blij mee. Super Bas. Dankjewel. En we gaan ook even Marjolein opzoeken. Die heeft inmiddels al de krans om haar nek. En de vele foto's en video's worden op dit moment gemaakt. Marjolein, we draaien ons nog even boven naar de camera. Gefeliciteerd. Wat een rit heb je gereden. Ja, dat was behoorlijk snel. Absoluut een prachtige tijd. Wat waren de orders van tevoren? Ik heb niet gehoord, maar de orders van tevoren waren of de kop pakken of tweede spoor en dan tweede erachter. Dus dat hoefde niet. Neem ons mee door je race. Je had al vrij snel de leiding. Wat dacht je onderweg? Nou, ik zag Dennis aan de overkant staan. Die zei, doe maar even wat rustiger aan. Dat lukte niet helemaal, maar uiteindelijk wel iets geprobeerd en dat is gelukt. Hele mooie race. Bas Krebas hoorden we net, die was heel erg enthousiast over jou. Ik ben ook al meerdere races geweest in binnen- en buitenland. Je was bijna overal. Dat klopt. Ik ben meegeweest naar Chalon de Champagne, naar Arras, naar Vézet. Dus dat was, dat zijn de mooiste koersen te zien. Daar leer je het wel. Je hebt meer dan een koers gereden en meer dan een koers gewonnen. Je hebt ook een nieuwe hobby erbij, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ik ben een maandag gewoon weer op stal. Gaan we je regelmatig terugzien?
Dat weet ik nog niet. Maar hier met paarden mee wel. Je hebt een studie de tijd voor gemaakt om dit, het perenpietenseizoen te doen. Blijf je ook bij Bas op stal komen? Ja, zeker. Kijk, dat is leuk om te horen. Geniet straks van je ereronde. Dankjewel. Dames en heren, geef een applaus aan Marjolein Kruijder, de Peerde-Petra van 2024. Groot applaus voor Marjolein die het allemaal wel laat gevallen. En wat heeft ze het fantastisch gedaan. Zoals een professional het doet. Mooi ingedeeld, mooi van start. En een prachtige finish met Maverick. Die op het moment terug wordt gewacht naar de Victory Circle. En dan gaan we alle foto's nog maken samen met het paard. Met alle mensen van Peer de Piet en het bestuur. Het 92e bestuur alweer van DSK. Met de 66e editie van Peer de Pieten. Die op verschillende banen in Nederland is verreden. Maar al sinds 2012 op drafbaan Victoria Park. Maverick maakt op dit moment een kleine vreugdesprong. Samen met Marjolein Kruijder. Die enorm hard haar best heeft gedaan. Om het vak te leren bij Bas Grebas op stal en zijn team. Die heeft geleerd hoe het moet in Frankrijk, in Nederland, in Duitsland. En ze heeft het perfect ingevuld. En dan gaan we de Peer de Petra en de winnaar van de Peer de Pieten 2024 weer herenigen. Dames en heren, geef ze een groot applaus. Een ongeveterlijk applaus voor Maverick en Marjolein Kruijder. De stand van de koers is ruim 2 ronden. Paarden zijn op ruim 100 meter van het startpunt. 100 meter nog. En geef ze maar een aanmoediging mee voor onderweg. 50 meter aan de start is gevallen en die begint met een galoppaarden voor Miss Wiz. Miss Wiz springt weg, een van de kanspaarden en de leiding... Uitgeschakeld nummer 2 galop. De leiding wordt makkelijk genomen door Maverick. Maverick pakt de kop. Aan de buitenkant daarachter ligt op plek 2 op dit moment Tara Mirchi. Maar binnendoor gaat het sneller op dit moment. En daar loopt Lexia Boko. Die gaat door naar plaats 2. Derde plaats daarachter. Goed begonnen vanuit het tweede gelid. De winnaar van vorig jaar, Kenneki Kite. Vierde plaats nu voor Tara Mirchi. En daarachter op de vijfde plaats ligt de favoriet Cassidy Bitt. Die wordt gevolgd door I'm the One Who Knocks. Gaan naar de kopgroep kijken. En dan liggen twee paarden van de gele Canaries, van dezelfde eigenaar dus. De leider is Maverick, die opent in de 1-11 rond. Daarachter op de tweede plaats een gigant van een outsider, maar wel dezelfde eigenaar, Lexia Boko. Dan valt er een gat naar Kenneki Kite, die veel harder moet dan die vorig jaar moest in deze koers. Toen heeft hij geen moment 1-11 gelopen, wel 1-25. En daarachter weer een heel groot gat naar Tara Mirchi. Grote verschillen en de voorste twee die hebben haast. Maverick komt als eerste de rechte lijn voor de tribune in en moet dan straks nog een volledige ronde. Rijder van Lexia Boko, Meerte Hulsberger, die kijkt eens een keer achterom en denkt waar is de rest dan gebleven. Die zijn heel ver weg en zo komen ze voor de tribune langs met nog één volledige ronde te gaan. Carbona As won ooit eens een keer met een grote voorsprong, maar die liep in zijn eentje. Zij zijn met z'n tweeën er vandoor, 16-5 de tweede tussentijd. De eerste kilometer gaat 1-13-5. Zo gaan ze de laatste kilometer in. Nog altijd leidt Maverick, daarachter Lexia Boko. Dan een hele tijd niets, dan Kenneki Kite, dan Tara Mirchi. Buitenkant komt nu naar voren Handy Wise. En achter hem aan gaat de pupil van Jeroen Engweda. En zo gaan de paarden de rechterbocht door. Maar nog altijd die hele grote voorsprongen. Maverick lijkt alleen maar verder weg te lopen. Lexia Boko is de enige die hem bij kan houden. En zo zijn ze in de rechte lijn overzijde. Kenneki Kite gaat dat gat niet dichtlopen. Dat zal een ander moeten doen, maar het is Maverick die leidt. Maverick met Marjolein Kruijder. Daarachter op de tweede plaats Lexia Boko. Meerte Hulsbergen. En de rest is heel ver weg. 15-4 de tussentijd. De rest loopt 16 of langzamer. En zo zijn ze op weg naar de laatste bocht.
Voorsprong blijft zo groot. Het gaat tussen de voorste twee. De rest kan dat niet meer inhalen. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Aan de leiding gaat nog altijd Maverick. Daarachter op de tweede plaats Lexia Boko. En daarachter op plek 3. Daar is alles nog mogelijk. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. En we gaan weer een Peer de Petra krijgen. Maar hoe gaat die heten? Wordt dat Marjolein Kruijder? Of wordt dat Mirte Hulsbergen? Het wordt, gaat u maar in de handen voor Marjolein Kruijder. Die gaat het worden. Maverick gaat hem hier winnen. Maverick wint met een laatste tussentijd. Ook nog even. Van 1-12-4. Maverick de winnaar. Lexia Boko, geweldige tweede. En daarachter op plaats 3. Dat duurde even. Kwam Kenneke Kite binnen, de winnaar van vorig jaar. Tijd van de winnaar, 13-9. Nou, kijken naar de slotronde, dames en heren, van de Peer de Pieter koers. Giel, een totaal ander tempo als vorig jaar. Ja, zeker weten. Een beetje tempo ook wat bij dit paard past. Ja. Ik vond ook echt een heel goed paard. Tegen deze paarden was hij ook gewoon beter. Ja. Maar ze deelden hem ook heel goed in. Ja, dat is zeker waar. Wat ook heel knap is, dat Lexia Boko die hem gewoon bijhoudt. Ja, keurig. Heel keurig. Netjes op die rug blijven zitten. Ik bedoel, ze had ook hier bij wijze van spreken kunnen denken, ik ga er langs. Maar dat deed ze ook niet. En, nee. Allebei keurig gereden. En de rest waren even buiten beeld. Ja, de rest heeft wel meegedaan. Maar ja. Als ze dit later nog een keer gaan terugkijken, zijn ze weinig te zien. Ja. Dus dit waren een paar smaakmakers van de koers. Tussentijden hebben we gezien, dames en heren. We openen de eerste kilometer in 13. Dit was de derde 500 meter in 15. En ze komen in 12 thuis. Dan kom je op een tijd van 13-9. Het is niet de snelste Peer de Pieter koers. Ik denk dat Carbone As toen nog sneller ging, toen hij zo ver voor het veld lag. Ja, die lag er een heel eind voor, ja. Dat weet ik ook. Lager ja, 13. Ja, klopt. Ja. Maar dit komt aardig in de buurt. Ja. Maverick ook een paard dat goed genoeg is voor Frankrijk, hè? Ja, Maverick heeft natuurlijk ook een tijdje terug was 5 in Reims, meen ik. Vincent gelopen. Meegedaan. Ja. Dus ja, kijk eens dan tegen deze paarden, met alle respect. Maar staat boven de rest, maar dan nog moet het maar even gebeuren. Zo is dat. En het is gebeurd. Ja. Eerste Peer de Piet voor Bas Krebas, dames en heren. Het is gelukt. Kenneke Kite trouwens liep ook een beste koers als derde aankomende.